Hallo jongens, welkom bij Toaster Airlines. Dit wordt een 7 rit, dus gelieve uw gordel zeker en vast aan te doen. Hallo jongens, mijn naam is Digital Toaster en welkom weer bij een GTA 5 video, wat dat natuurlijk wel fucking lang geleden is eigenlijk. En we zitten hier in een grote airline vliegtuig, wanneer we onze wielen binnenklappen. We zijn hier mooi aan het opstijgen, zoals jullie zien. Kunnen we geen zicht pakken? Nee. Laat eens zien hoe hard dat we met deze vliegtuigen eigenlijk kunnen stunten. Ik ben altijd al wel een goede piloot geweest op GTA. Althans, dat denk ik toch. Dus, laten we eens zien. Kunnen we hiermee een barrel roll doen? Ik denk het wel. We willen nog niet echt veel hoogte en speed. Dus, het zal niet gemakkelijk zijn. We zullen iets doen. Voilà, dat gaat zelfs gemakkelijk. We komen hier net nog bij de grote brug, dus we moeten zien dat we niet tegen gaan. We zullen wel lager op de grond gaan. Oeh, ik dacht even dat mijn vleugel het ging raken. Want ineens week hem af. Die mensen op de baan zullen wel denken van, why the fuck is er hier zo'n gigantisch vliegtuig zo laag boven de grond aan het vliegen? Is hier 9-11 all over again ofzo? Dus barrel rolls gaan. Wel moeilijk. En als je een beetje te laag bent, gaat je vleugel de gebouwen raken, denk ik. Want we zijn redelijk laag. Zelfs ik denk dat ik hier ga moeten optrekken. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oké, voilà. Laten we zien. Kunnen wij een loop de loop maken? En je hoort de honden plaffen op de grond waarschijnlijk. Het is aan het onweren, dus die blaf voor de onweer. Laten kijken of het gaat. Ik vrees van niet. We maken niet genoeg snelheid en niet genoeg lift om over kop te gaan. Moet me een beetje recht krijgen. Nee, kijk. Hij valt gewoon terug naar beneden. Oké. Omdat we gewoon richting de militaire basis vliegen ofzo. Dan kunnen we misschien nog eens een chat pikken. Oh shit, oh shit, oh shit. Oké. Onze wielen hebben de grond geraakt. Kunnen wij hier landen eigenlijk? Zou het gaan? Ah, shit, 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 shit. Holy shit. Nee! Nee! We waren perfect over de grond aan het glijden. What the fuck heeft ons kapot gedaan? Oh, dat was echt perfect. Dat ga ik misschien nog een beetje harder remmen. En we stonden stil, we hadden een perfecte landing. Mooi in het midden van de autosnelweg gedaan. Maar we gaan eens zien met wat dat we nu naar de militaire basis geraken. Ik denk dat deze auto meer kracht en speed nodig heeft. Ik denk dat deze wel zou moeten volstaan. Oké. Ik denk dat met deze auto, met die snelheid en die berg daar, dat we er wel in geraken. Laat u zien. Moeten ze mij niet voorbij steken? Tenminste, you motherfuckers. Ja, rijden ze nog tegen mijn auto ook. Ah, wat een klootzak. Oké. Zien dat we op top speed geraken. Hier gaan we. Opgepast. Oké, hier komt het, hier komt het. Oh, het was nog diep door. Oh shit. En landde dit. Oké, we zijn binnen geraakt. Nu, ze hebben nog niet door dat we er zijn. Ik vrees wel dat we onze auto hier zullen moeten laten. Daar gaan een paar miljoen dan. Oké, ze weten al sinds ook al dat we hier zijn. We doen een beetje slim. Daar staat een jet, daar staat een jet. We zien dat we die tank zou kunnen ontwijken. Oké, snel eruit, snel eruit. Snel. Snel, snel, snel. Allee, stoom, dude. Shit, shit, shit. Oké, de tank staat nog hier van achter. Als je geluk hebt, haal het. Dan heb ik naar links. Dat hek omver. Direct opstijgen. Oké, shit, 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 shit. We hebben kogels achter ons. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Oké, we moeten hier snel weg. Fuck! Linkervleugel geraakt. Linkervleugel geraakt. Ik denk dat we het wel kunnen overleven zo. Oh shit, oh shit. Oké. We zijn niet helemaal perfect meer in orde.
maar volgens mij overleven het wel. Toch voor eventjes. Met deze kunnen we alleszins wel wat meer. Als dan net die grote airline. En we zijn ondertussen al terug in de stad. Zo snel vliegen we. Laten we zien wat we allemaal kunnen. Loop de loop. Easy. Dat is misschien wel een beetje schuim, maar dat komt omdat mijn fucking ding kapot is. Mijn motor is wel kapot. We kunnen hier ook al gemakkelijk alles mee kapot schieten. Moest er een flik zijn ergens. Oké, daar hadden we bijna gelokt. Eens zien hoe lang kunnen wij recht naar boven vliegen. Hier gaan we. Oké, zo gaan we ongeveer wel recht. Onze motor is niet helemaal volledig meer oké, dus dat zal wel een beetje een rol spelen. Maar we zijn goed aan het gaan. Beetje recht blijven. Blijven gaan. Oké. Shit houdt wel lang vol. Langer dan die fucking dingen. Oké. Hij is nu aan het uitvallen. Hij is aan het uitvallen. We gaan nog altijd vooruit. En fucking hoog. We zijn echt heel hoog. Er zijn alleen maar kleine puntjes van het licht. Onze engine blijft nog gaan. Oké, we zijn stilgevallen. Check hoe hoog we zijn. We zien heel de horizon. We geraken niet meer omhoog. Dan vallen we gewoon stil. We zijn op de top van de map. En wat kun je nog beter doen dan er hier gewoon uit springen? What the shit? Die helikopters zijn tot hier al geraakt. Oké, we gaan er hieruit. Hier gaan we, jongens. Recht naar beneden. We gaan richting de airfield. Hyperspeed. Controle is aan het trillen, hoor. Ik weet niet of dat jullie het horen, maar hij is wel aan het trillen in je hart. Oké, we gaan echt fucking snel, maar we gaan hem niet geraken, zo denk ik. Ik denk dat ik mijn parachute nu al ga opdoen, anders ga ik niet op het vliegveld geraken. Shit, dude. Check hoe hoog we waren, we zijn nog altijd aan het vallen. Kijk, ik ga mijn parachute hier op doen. En ga ik richting vliegveld gaan. We geraken er zo misschien wel. Oké, jongens, zien gaan we zo wel geraken. We zijn al zo goed als en zijn nu zelfs recht naar beneden aan het gaan. Misschien hebben we nog een vliegtuig kunnen pikken. Maakt niet uit wat. Maar dit is een aflevering van vliegtuigen, dus we moeten er eentje hebben. We worden wel nog achtervolgd door helikopters, maar ze zijn momenteel wat kwijt. Oh shit, ze zitten hier ook op de luchthaven. Zien dat ik niet die toren raak. Oké. Ah fuck, ze hebben ons teruggezien. We worden beschoten. Oeh. Laten zien dat we hier even kunnen schuilen. Wat? Dit was maar een kleine botsing, godverdomme. Oké, dan pakken we maar een ander vliegtuig. Oké, we zijn terug bij de luchthaven, maar heel typisch hebben we natuurlijk weer de flikken achter ons. Laten we zien of we ook ineens een jump kunnen doen. Hier gaan we. Ja, gaan we het landen. Recht blijven nu. Oké, ongeveer dan. Oké, we gaan eens zien. Ja, fucking hell, rijdt hier niks meer. Serieus, een flik in een fucking taxiauto? Fucking undercover, dude. Oké, we pakken deze auto, want die andere was een beetje kapot. Daar ging niet echt meer vooruit. Die doet mij dood. Mooi omver gereden. Hier een granaat droppen. Waarom niet? Oh, stomme flik. Oké, daar is jump. Eens zien dat we recht kunnen gaan. Hier gaan we. Oh nee, we raken die kant nog ook. Oeh, sweet. Perfect. Oké, een barrel roll. Met de taxi, waarom niet? Oh, stomme flik. Fuck you. Oh. Hoe fucking close was dat? Zien of we die kunnen volgen eigenlijk. Ah, we gaan echt 1 km per uur sneller ofzo. En we zijn echt diep in de zee al. Oh shit. Check this, dude. Dit is echt geweldig. We moeten het raken, hè? Kunnen we daarop landen? Holy shit.
Oh, we stonden er even op. Oh shit, we gaan te snel. Even wat afremmen. Kom aan. Haal ons terug in. Ah, fuck. We zaten in zijn jetstream. Waar is hem? We moeten er terug achter geraken. Hij gaat te snel. Oh, nee. Holy shit. We gingen niet eens naar linkerhand. Oké, jongens. Het was wel epic eigenlijk om daar zo even dichtbij te vliegen. We hebben hem geraakt zonder dat we bij de crashen, maar dan verloor ik het. Dan verloor ik hem uit het oog. Alles is jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet natuurlijk zeker niet te like te commenten. En natuurlijk als je nog niet hebt geabonneerd, abonneer dan een keer. En tot de volgende keer jongens. Ciao.